Vrienden en vrienden van Studio Brussel, wij weten heel veel van sport. We hebben dat altijd geheim. Ja, alles. Ja. Ja, we hebben dat altijd geheim kunnen houden. En we hebben, als het goed is, ja, we hebben nu al contact met Parijs-Roubaix. En via de gsm zouden we nu moeten contact hebben met een van de renners. En dat is Rick van Looy. Meneer van Looy, kan u mij horen? Hallo, Rick van Looy. Ja, dag, ja. Dag meneer van Looy. Het stoort toch niet dat wij u bellen in de wedstrijd? Nee, nee, maatje. Nee. Bel je met de gms of zo? Met de gsm? Nee, ja. Ik bel met een gewone telefoon. En ik dus wel, hè. Ja, ik heb die altijd bij, hè. Ja, anders zou u van op de fiets niet kunnen bellen, natuurlijk. Nee, en anders is dat zo vervelend. Ik heb ik de ervaring. Voor mij is dat niet meer spannend, hè, zo'n koers. Dat is, ik heb dat bij, hè. Kunnen we praten, hè. Ja. Zeg, meneer van Looy, gaat het eigenlijk? Ja, we mogen niet klagen. Dat gaat hier goed, rustig, hè. Ja, dat is goed, ja. Gewoon koers. Zeg, want u bent toch diep in de 60? U bent 65 jaar eigenlijk, hè? Ja, ja. Ik heb ik al het een en het ander meegedaan in het leven, hè. Veel koersen gedaan, mijn ijs gehad, veel gezopen, veel plezier gemaakt. Ja. Ik heb eigenlijk veel ervaring op differente gebieden, zo, hè. Ja. Zeg, ja. Maar denkt u te winnen vandaag? Het is een tijd geleden en vandaag ga ik winnen. Ja, wanneer hebt u precies nog Parijs-Roubaix gewonnen, meneer Rick van Looy? Ja, dan moet ik hier eens navragen om een touroperator, om Brik Schotten. Ja. Een ogenblik. Ja? Ik zal die vragen, hè. Ja, maar ja. U moet fietsen ondertussen, hè? Ja, maar ik heb de ervaring, hè. Ik zal ik straks wel demareren en zo, zeg, maar... Meneer van Looy. Ja? U hangt wel, heb ik begrepen, een half uur achter. Ja, maar ik ben juist met een Brik een pannenkoek gaan eten en nu zijn we terug aan het rijden en... Ja. We gaan strak die mannen even kloppen, maar het is ervaring. Hè. Die gasten rijden al kapot op die kasseien. En ja, ja. We rijden rustig achterna. Hè. Het is Parijs-Roubaix. We zijn wel gestart in Compiègne, maar het gaat er dus niet over wie er eerst in Parijs buiten redt. Het gaat erover wie er eerst in Roubaix toekomt. Ja? En dat zal u zijn. En ja. Dat zal ik met een Brik zijn, ja. Zeg, moet ik straks nog eens terugbellen van op de pist of zo? Wanneer? Als ik over de meet kom. Zo van, en dan roep ik ja. En dan heb ik al live in de neter de winnaar van Rick van Looy van Parijs-Roubaix. Wij mogen u blijven bellen. U wordt daar niet door gestoord. Nee, niet helemaal. Ik heb hier ervaringen, mannen. Dat is voor mij geen enkel probleem. U bent ook niet bang voor Museeuw of zo? Museeuw? Die is nog jong. Hè. Die jongen heeft geen ervaring. Dus eigenlijk is dat... Voor mij is dat een snotneus. Hè. Die zit kapot. Die is zijn eigen al kapot. Gereden. Wel bedankt, meneer van Looy. We bedanken u met een streepje muziek. Zeg, ik zal straks nog eens terugbellen. Dat is heel goed, meneer van Looy. Bedankt. Ja, voilà. Dag. Dag.